helemaal oranje hier. Maar dat komt, want het is nog een beetje donker buiten. Het is namelijk 6:15. Deze meneer wordt tegenwoordig echt wel rond 6:00 wakker. Maar gisteren ging ik op tijd naar bed. Om 10:15 lagen we in bed. En in plaats van dat ik dan op mijn telefoon ga, dacht ik, ik ga lekker een boek lezen. Voordat we naar bed gingen, zijn we gaan regenwormen. Dus ik heb mijn telefoon, denk ik, 1,5 uur tot 2 uur voordat ik naar bed ging, niet aangeraakt. En dat bevalt me heel goed, kan ik je zeggen. Zit je vol? Ik ga straks wel lekker in bad, hè? Echt, sinds 2 weken is het echt gewoon regen. We worden precies vandaag onze fietsen geleverd. We hebben fietsen gekocht met een zitje. Dat wil je ook hoor je zeggen. Hier, hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ga je erheen? Noah en ik zijn vandaag samen een dagje thuis. Ik heb lekker mijn fietsbroekje aangedaan en het eerste t-shirt dat ik zag aangetrokken. Helemaal top. En ik wil ook vandaag de kruidenpotjes gaan doen. Ik heb stickers binnengekregen. En ik heb kruidenpotjes binnengekregen. Die had ik gekocht. En ik heb kruidenplankjes binnengekregen. Alleen die moet Sven gaan ophangen. Ja, Noah heeft die in. Het liefst wil deze meneer lopen en kruipen. Maar het lukt allemaal nog steeds niet goed. En dat is heel frustrerend. Hè? Maar ik ga dus die kruidenpotjes doen. Dat wil ik heel graag. Je hebt helemaal plakhanden. Het liefst doe ik je nu al in bad. Nee? Maar ik doe... Wacht, zal ik je eerst even in de box doen? Even naar papa? Papa gaat zijn tassen pakken en papa gaat naar het werk. Oh. Morgen is papa dag. Waar is Noah nou gebleven? Kiekeboe! Waar is Noah nou gebleven? Kiekeboe! Even je luier. Oeh, wat ben je lekker schoon. Wat ben je lekker schoon. Voor de, niet mama's is dit misschien wat minder interessant om te horen. Maar ik ben nu een dagje met Noah thuis. Dus dat zijn wel dingen die ik dan ook wel fijn vind om te delen. Zo vaak film ik dat niet. Het is nu 8:00. Hij was om 6:00 vanochtend wakker. Ik heb hem om 7:30 in bad gedaan. En ik zag al aan zijn ogen dat ik dacht, je bent moe. Een tijd terug hebben wij heel veel gehad aan de slaapgids. Die hebben wij echt heel erg gebruikt. Alleen wij merken gewoon dat Noah wel meer slaap nodig heeft dan gemiddeld. Ik heb hem nu alweer op bed gelegd. Het is nu 8:00. En voorheen deden we dat dan niet. Maar nu zie ik gewoon aan hem, hij is moe. En ik had dus gelezen, als je kindje binnen 0 tot 10 minuten in slaap valt, was hij eigenlijk echt heel moe. Als je kindje tussen de 10 en 20 minuten in slaap valt, dat is eigenlijk een prima tijd om in slaap te vallen. Hij ligt er nu echt 2 minuten in en hij slaapt nu al. Het is zo moeilijk inschatten. En ik snap dat de niet-mama's of de wensmama's helemaal niks met deze info kunnen, maar ik vind het gewoon zo interessant om te zien dat hij de ene keer binnen 2 minuten in slaap valt en de andere keer in 20 minuten. Hij was dus eigenlijk heel moe nu, dus ik ben heel blij dat ik hem lekker even in bad heb gedaan en in bed heb gelegd. Ik heb dus ook geen idee wanneer hij nu wakker wordt, want normaal gaat hij meestal rond 9:30 naar bed. Een uurtje, maar ja, het is nu 8:00. En voorheen ruimde ik altijd alles constant op, maar nu heb ik zoiets van nee. Ik laat de boel en op het moment dat hij vanavond naar bed gaat, dan ruim ik het in 1 keer op, want ik blijf bezig. Ik wil dus heel graag die kruidenpotjes gaan doen, alleen ik weet niet hoe lang Noah nu gaat slapen. Ik denk een klein uurtje, 1,5 uur. En ergens doe ik dat liever in zijn middagdut of zo. Ik weet niet. Ik ga denk ik eventjes, een broodje eten, BNB vol liefde kijken. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik weet niet of jij dit ook leuk vindt, maar BNB vol liefde. Ik ga daar zo goed op. Dus dat ga ik even kijken. En de fietsen worden over een klein uurtje gebracht. Hopen dat het vanmiddag even droog is, want ik wil zo graag een rondje fietsen met hem. Dat lijkt me echt
echt heel leuk. Oh, en dit is wel echt het hoofd waar je het mee moet doen vandaag. Ik heb een beetje droog shampoo ingedaan. Geen make-up op. Lekker in mijn chill outfit. Dus dit mannetje heeft een beetje last van zijn tandjes. Hij heeft een beetje verhoging. Dus we zijn even even roos kijken. Maar ik wil heel graag de was ophangen. Gaan we even de was doen boven. Het is zo loeiheet nog in huis. Ik hang het altijd gelijk aan de hangertjes. Rompers niet. Een t-shirt gaat gelijk aan een hanger. Er hangt weer een was hoor. Ik heb eventjes een andere jurk aangedaan. Ik heb dus zo'n armbandje op aanraden van een van jullie gekocht. Dat zijn van die barrensteentjes. Je kunt dit gewoon open en dicht doen. Dat is echt getest voor baby's. Alleen hij vindt het verschrikkelijk om dit om zijn arm heen te hebben. Dus toen dacht ik, dan doe ik het aan zo'n speentje. Zo'n speenkoord. En dan kan hij dit in zijn mond doen. Hier. Is dat fijn? Is dat beter? Hij zit niet helemaal lekker erin hoor. Maar wij gingen fietsen. Zo leuk. Papa is thuis. Noah ligt op bed en die ligt te slapen. Ik ga de kruidenpotjes doen. Ik heb deze besteld op bol.com. Dat was €30 volgens mij. Ze zijn niet helemaal vierkant, maar ook niet helemaal rond, zeg maar. Dat vond ik wel heel mooi. Wat ik hier ook heel handig vond, is dat dit erbij zit. Dus die ga ik er heel even uithalen. En ik heb van Friendly Kitchen, heb ik deze gehad. Dus die heb ik gekregen. En dit kun je dan op al je olie doen. Dit kun je ook allemaal op van die wekpotten doen. Daarboven hebben we allemaal wekpotten. Daar ga ik dat opplakken. En dit is voor op de kruidenpotjes. Dus dit gaat hierop. Oeh, helemaal leuk. Alleen waar ik dus een beetje mee zit, het ziet er super mooi uit. Alleen door dit dingetje van de IKEA, deze, als die erop zit, zie je precies niet wat erin zit. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen je ziet helemaal niet wat er nu in zit. Dat zie je alleen als je zo staat, maar zo groot ben ik niet. En zo klein ben ik ook niet. Dus ik zit eraan te denken om dit dingetje, om die even weg te halen. Kijk nou hoe mooi dit eruit ziet allemaal. Dit ga ik eraf halen, want dat vind ik minder leuk. Het is eventjes de volgende dag overdag. Kijk, ik heb het even neergezet. Zo kun je het goed zien. En ik heb bij de Action plankjes gekocht waar ik de kruiden op ga zetten. En ik twijfel nog of ik er één of twee ga gebruiken. Ik heb het bonnetje nog.
Kijk, ik had die houten, hè, van de IKEA. Maar ik heb dus nu dit in de gedachten. Kijk. Zo. Zie je? Nu is gewoon duidelijk wat erin zit. Omdat je alleen met dit te maken hebt. Maar goed, dat zie jij ook wel. En hier kunnen er meer op. En toen dacht ik nog, moet ik nu... is het storend dat dit goud is en dit zilver? Maar ja, weet je, dat hebben we hier ook. Zilver en goud. Dus toen dacht ik, nee, dat kan prima. Ik ben even naar boven gegaan met mijn out of bed look, want we zijn een dag verder. Ik heb dit gedeelte leeg kunnen halen. Die kast staat er nog. Dit moet er allemaal nog even uit en naar zolder. En deze rekken, die wil ik ook op zolder hebben. Eentje wil ik voor alle winterjassen, zodat we de winterjassen daar aan kunnen hangen. En één van die rekken wil ik gebruiken om was aan op te laten drogen. Ik heb nog geen kleed. Ik ga het nu in elkaar zetten zonder dat ik nog een kleed heb. Sven zei al, joh, als je alles in elkaar hebt gezet en je hebt ineens een kleed, dan tillen we je bureau en je stoel eruit en dan leggen we dat kleed neer. Dus toen dacht ik, ja, daar heb je ook eigenlijk wel gelijk in. Ik ga nu de stoel in elkaar zetten. Het is nu 30 graden buiten. Loei heet. Maar ik wil gewoon verder, weet je. Dus Sven is nu met Noah lekker een stukje fietsen. Dus ik dacht, dit is mijn moment. Want precies hier slaapt Noah. Dus ik kan dit niet uit elkaar gaan halen en doen. Hij is zo'n lichte slaper momenteel. Ik ga dit lekker in elkaar zetten. Ja, ik kwam erachter dat je de stoel op een tafel moet zetten. Dus ik moest de hele reutemeteut gaan verplaatsen. Ja, bla bla bla. Bla bla bla. Wow. Wow. Je bent helemaal een beetje verkouden, hè? Doe even je raam open. Ze zijn bij de buren nog steeds in de tuin bezig, Noah. Dus ik dacht, ik doe je raam even dicht, anders dan word je helemaal wakker. Dan kan er weer frisse lucht in. Hoor je dat? Wat een lawaai buiten, hè? Ja, dat is een grote herrie. Hey, gaan we naar beneden? Ja, de mannen liggen op bed en ik heb even wat kaarsjes aangedaan. Kijk, ik heb trouwens hier de libellen neergelegd waar ik in sta. Vet leuk. Maar goed, wat ik zeg, ik heb kaarsjes aangedaan. Raam open met het hoor, zodat er wel frisse lucht binnenkomt. Het is nu niet zo heel warm en ik ga lekker lezen. Ik ben dit boek aan het lezen. Ik heb trouwens deze amethyst in mijn hand. Deze steen heb ik ooit met Sven aan zijn moeder gegeven, aan Corine. En na haar overlijden mocht ik deze weer terug hebben. Dus die ligt hier. En kijk, zo kan je het even wat beter zien. Zo is het iets minder oranje. En ik ga lekker lezen. Ik heb dus dit boek. Ik ben dit boek aan het lezen. En het gaat over een vrouw. Zij heeft een huwelijksreis in Las Vegas met haar man, maar hij komt overlijden. Hoe dat gebeurt, weet ik niet. Haar beste vriendin gaat een aantal jaar later naar diezelfde plek met haar man. En ze maken vakantiefoto's. En vervolgens komen zij weer thuis, dat stel. En zij gaat bij dat stel eten. En ze kijkt de vakantiefoto's. En ineens ziet zij op een van die foto's niet alleen hun, maar haar echtgenoot achterin in die foto. Maar die is overleden. Dus ze is helemaal in shock. Nou, dat is ook precies waar ik nu ben. Ik heb geen idee hoe het verder gaat lopen. Ik heb dus precies de achterkant nu voorgelezen. Ik zet hem anders even op pauze. Ik vind het dus heel erg prettig werken om 's avonds wat minder op mijn telefoon te zitten. En 's ochtends ook.
Het werkt voor mij heel erg goed. En ik zou het eigenlijk als tip willen meegeven. Probeer het eens. Ik heb dus sinds kort de rust om te lezen. Ik heb geen idee hoe het kan, waar dat ineens vandaan komt. Maar misschien kan ik jou daar ook mee inspireren door 's avonds eens gewoon een boek open te trekken. Al is het de Donald Duck, als je dat leuk vindt. Of weet ik het wat. Ja, en wat ik zeg, ik ga dus zo meteen alvast mijn wekker op mijn telefoon aanzetten. En zodat ik hem ook echt niet meer hoef te pakken. Morgenochtend heb ik de ochtenddienst met Noah. En dan pak ik hem dus ook niet gelijk. Misschien inspireer ik je ermee, wie weet. En wat ook nog iets is wat ik graag met je wil delen, zijn kledingitems van Chiquel. Dat is een samenwerking. Dat zijn gekregen items. En ik heb een kortingscode die daarbij hoort. Alles staat hieronder in de beschrijving van Chiquel. Dus check dat vooral eventjes. Mocht je nou denken, leuk. Ik wil zien wat ze gescoord heeft. Misschien vind ik het ook wel leuk. Blijf dan lekker hangen en doe er je voordeel mee. En zo niet, een hele fijne dag. En tot de volgende keer.